gemeente, voordat ik samen met u in gebed ga, wil ik toch iets persoonlijks memoreren. Op 6 oktober 2001 heb ik afscheid gepreekt in mijn gemeente Dordrecht, omdat ik vanwege mijn gezondheid het werk moest neerleggen als gemeentepredikant. Op die zondag, 6 oktober, was het 14 dagen tevoren het moment dat ons eerste kleinkind, een dochtertje, geboren werd. Maar dat meisje kreeg hersenvliesontsteking. En op de dag dat ik afscheid preekte, vreesden wij voor het leven van ons kleinkindje. Zelf het ambt niet neerleggen, maar niet meer als gemeentepredikant te kunnen uitoefenen. Een kindje had op sterven lag. En u hoopt dat kindje aanstaande woensdag te trouwen. Ons eerste kleinkind dat gaat trouwen. Maar nu lag van de week mijn vrouw op de intensive care. En ze dacht dat ze het niet meer zou beleven dat ons eerste kleinkindje zou trouwen. En wonderlijk, door de geweldige medische zorg, door de medicatie die door God is gezegend, kreeg ze vanmiddag te horen dat als het zo doorgaat, ze morgen naar huis mag. U begrijpt de vreugde en de blijdschap. Het zag er naar uit dat ik vandaag helemaal niet zou preken. Maar ik mag toch in uw midden voorgaan. Met een hart dat verwonderd is. En dan wil ik de Heere ook voor erkennen. Het gaat niet om mij. Maar het gaat om dat wat de Heere in ons leven wilde doen. Waar we verwonderd over zijn. En dank.